De avond valt, de dag is voorbij, je loopt eenzaam over straat. Ooit was het in voor en in tegenspoed, nu weet je diep in je hart. Het komt nooit meer goed. Vijf. Goeden. Radio. Acht. Wat is dat nou weer? Ze barsten ze niet vervraag van boven is. Open doen, homa. Lui, lui. Ja, ik kom al. Ik zeg net, ik kom al. Als het weer die zeikers van de wachttoren zijn, zal ze leren je over afzuigen. Ja? Goeiedag, meneer Schuit. U zult wel verbaasd zijn, hè, om ons te zien. Ja, we waren net in de buurt. En mevrouw Schuit zei altijd, als u in de buurt bent, kom even langs. Dus daar zijn we dan. We kunnen jammer genoeg niet lang blijven. Een paar dagen maar, dat is alles. Blijven? Een paar dagen? Ja, een paar dagen maar vanwege Koninginnedag. Dit is mijn zuster, zus. Hallo, hallo. Heb je tegen mij? Je moet harder praten, je moet duidelijker spreken. Jij moet er niet in praten, zus. Wij moeten erin praten. Ik zeg het elke keer weer. Nou, maar ik ben blij dat u het niet erg vindt dat we u zo overvallen. Ik wist dat u het niet erg zou vinden. Zij zei nog dat we eerst bericht hadden moeten sturen. Maar ik zei, nee, nee, zus. Je hoeft niet eerst te schrijven en te vragen. Niet voor zoiets. Ik zeg nog tegen haar, ik zeg, meneer en mevrouw Schuit zijn oude vrienden. Oude vrienden? Ja, oude vrienden. Die zouden beledigd zijn, gekwetst. Als ze gehoord hadden dat wij dachten dat we niet welkom zouden zijn in hun huis. Ik zeg net tegen meneer Schuit, ik zeg net dat jij nog zei dat we bericht hadden moeten sturen. Hè? Harder, je moet harder praten. Dit is meneer Schuit. Die vindt het leuk als we een paar dagen komen logeren. Ik vind het leuk als jullie een paar dagen komen logeren. Zie je wel, ik zei nog dat hij het best zou vinden. Zijn we er al? Natuurlijk zijn we er al. Wat dacht je dan dat je bent? Dit is de heer Schuit. Gaan we hier logeren? Kijk naar mijn lippen. Dit is de heer Schuit. Weet je wel, hij woonde vroeger naast mij en Bert, toen we nog in Utrecht woonden. Ik heb nooit in Utrecht gewoond. Jij hebt in Utrecht gewoond. Jij bent naar Utrecht verhuisd toen je met Bert trouwde. Meneer Schuit woonde naast ons, de buurman. Hij doet me denken aan die man die naast jullie woonde, die buurman. Dat zeg ik net. Woonde u vroeger naast hun? Dat zal wel, ja, maar ik begrijp niet... Hè. Zie je wel, ik vergeet nooit een gezicht. En ik zal nog wel op zijn naam komen ook, dan moet je even wachten. Dit is de heer Schuit. Gaan we bij deze meneer logeren? Ja. Aangenaam kennis te maken. Erg fijn dat we bij u kunnen logeren, hoor. Heb u een groot huis? Ja. Ja, maar wacht eens even, dames. Ja. Hallo, mag ik... Hallo. U kunt niet zomaar naar binnen hier. Ach, ik zie het al. Maar u hoeft zich nergens voor te excuseren, hoor. Na de dood van mijn lieve man is het mij ook niet voor de wind gegaan, hoor. Ik moest ook de eindjes aan elkaar knopen. Maar ik heb nog geen klagen, hoor. Klaag ik ooit, Mies? Nee, hè. Mens moet zich weten aan te passen. Je moet dankbaar zijn. Precies. Je moet elkaar het leven niet zuur maken. Je moet je weten te gedragen. Nou, u komt er wel uit, hè? En nog wel bedankt, hoor, meneer... Je hebt me niet voorgesteld. Meneer Schuit, dit is meneer Schuit. Oh, je werkt op mijn zenuwen, zeg. Doet dat ding het eigenlijk? Oh, hij doet het niet. Ik zal hem even aanzetten, ja. Wat zei je nou? Ik zei dat... Ze maalt af en toe een beetje. Maar ik vind het prettig u na al die jaren te zien. U bent niets veranderd. Jij ook niet. Ik heb het niet tegen jou. Ik heb het tegen meneer Schuit. Ga jij maar even zitten. Dan kunnen je voeten even rusten. Zo.
Ik had liever dat ze de tong even liet rusten. Dat ze doof is, dat gaat nog. Maar dat eindeloze gemekker gaat op mijn zenuwen werken. Het is toch wat, hè, als een mens oud wordt. Ik hoop dat het mij bespaard blijft, ja. Maar u zou... maar daar hoeft u zich geen zorgen over te maken, meneer Schuit. U ziet er jonger uit dan ooit. Het is misschien zonde dat ik het zeg, maar ik heb u altijd, ja, veel mannelijker, zal ik maar zeggen, gevonden dan mijn Bert. Ik heb uw vrouw wel eens benijd, mag u gerust weten. Die had het goed geschoten. Mijn Bert, ach God, hebben ze ziel, geen kwaad woord hoor. Maar om nou te zeggen dat hij me wat deed, ik bedoel de vrouw in mij dan dus, nee. Vaak heb ik gedacht wat er gebeurd zou zijn als u en ik mekaar als het ware ongebonden waren tegengekomen. Ach, maar je moet zulke gedachten eigenlijk laten varen, meneer Schuit, niet waar? Dat zou ook niet eerlijk zijn tegenover mevrouw Schuit in wezen. Ja, maar luister nou eens, dames. Dat gezicht ken ik. Familie? Ze doet me denken aan tante Deetje. Heb u tante Deetje gekend? Nee, meneer Schuit kende tante Deetje niet. Oh, wat doet de portret daar dan? Ach, dat is Juliana en Bernard. Wie? Bernard, haar man. Nee, tante Deetje is nooit getrouwd geweest. En er was wel sprake van een man. Nou, en als ik dat portret nou zo zie, dan kan ik er geen ongelijk geven. Knappe kerel. Ach, en is dat jouw Bert? Zag er al niet goed uit toen, hè? Ik zou hem bijna niet herkend hebben, wil je dat geloven? Hij was toen zeker al erg ziek, hè? Ze is niet alleen doof, ze is ook nog half blind. Volgens mij heeft ze niet allemaal bij elkaar. Ja, ze is nogal ziek geweest. Niks ergs, hoor. Alleen zijn de hersens wat aangetast. De bovenkamer. Maar de hart en de longen, allemaal puik in orde. Ik wil alleen maar zeggen, laat geen lucifer slingeren. Hè? Ze heeft al 3 keer brand gesticht. Maar even zo goed heeft u een mooie woning hier. We zullen het best geriefelijk hebben. Maakt u zich maar geen zorgen. Ho, ho, geriefelijk? Ja. Wat is dit? Die schoenen doen me zo'n pijn. Ik hoor de stem. Oh, u hebt bezoek, zie ik. Ik geloof dat ik stoor. Nee, Therese, het zit zo. Waar is mevrouw Schuit? Nou, niet hier wel. Ja, dat zie ik. Ze schreef dat ze in een rolstoel moest zitten. Maar om nou zo'n Del in huis te halen achter haar rug... U begrijpt er niks van. Oh, ik begrijp het maar al te goed. Met mijn verstand is niks aan de hand, meneer Schuit. Zo is het helemaal niet. En daar heb ik er genoeg van. Waar is mevrouw Schuit? Waar is ze nou? Oh, hopelijk is dat er. Ah, goedemiddag, dames. Kijk, gevonden verderop in de straat. Ik dacht misschien iets voor morgen. Oh ja, dankjewel, ja. Wie zijn dat, vriendinnen? Kennissen van mijn vrouw of zo. Wie is dat? Dat is onze vuilnisman. Nou goed, die brengt altijd van alles. Aangenaam, ik ben Winston. Ik huur hier een kamer. Woon jij hier ook? Helaas wel, ja. Is dat zijn zoon? Maar dat verandert de zaak natuurlijk. Ja, dat verandert de zaak natuurlijk. Hij woont hier, dus we zitten vol. Ik kan u echt helaas... Is dat al lang? Nou, sinds mevrouw Schuit... Dat had ze wel eens mogen schrijven. Ze lijken helemaal niet op elkaar, hè? Nou ja, we zullen het zo wel horen. Ze zal nou toch zo wel komen? Is het al zo laat? Misschien kan jij een lekker kopje thee zetten. Kopje thee? Of je thee wil? Oh ja. Zou zo wel komen? Maar weten ze dan niet dat mevrouw... Ik weet niet eens wie ze zijn. Ik krijg er geen woord tussen. Want wat zal het een verrassing voor haar zijn als ze ons hier ziet als ze zo ineens binnenkomt. Ja, dat zou voor ons allemaal een verrassing zijn. Nou, mevrouw Schuit, die is niet meer. Wat? Mevrouw Schuit is helaas... Oh! Je bedoelt dat... Oh, die arme vrouw. Oh, wat vreselijk. Het is al enige tijd geleden. Hallo, wat is mevrouw Schuit niet meer? Wat is ze niet meer? Mevrouw Schuit is niet meer onder ons. Ik ben helemaal ondersteboven.
Dat u zo haar nagedachtenis kon schenden, terwijl ze nauwelijks onder de aarde is. Hoe kunt u? En dan met haar? Oh, hoe is het mogelijk? Je eigen nest zo bevuilen. Oh, wat vreselijk. Oh. Maar ik vergeef het u. Ik weet, zo zijn de mannen. Dat is hun natuur. Ze moeten. Maar had u dan niet even kunnen wachten dat er enige tijd overheen ging? Oh, vreselijk. Vreselijk, vreselijk. Ik ga naar de kroeg, smijt jij ze er ondertussen uit. Wat is er nou niet meer? Nou, dan toch maar misschien een kopje thee, dames. Oh ja, lekker. Vrijmarkt, Arie, weet je wel. Ja, maar die vrijmarkt... Iedereen doet het. Zou het een gek zijn als wij niet meedeen? Ik heb thuis allemaal nog oude rommel. Kan ik lekker verkopen. Kijk, het gaat natuurlijk in eerste instantie om het feest. Maar tegelijkertijd... Ja, ik weet niet, misschien kan ik wat te drinken verkopen. Je koud bier of zo. Hé, ben je wakker? Ja, maar zijn er nou genoeg mensen bij jou in de straat? Die hele straat doet... Goed dat jij dat zegt. Wacht even. Zeg, Ton, kan ik je even storen? Ton, morgen bij ons in de straat vrijmarkt. Ja. Een straatfeest. Ja, zolder niet erop met je vrijmarkt, man. Oh. Ja. Hey Joop. Hey Fred. Joop, heb jij nog oude rommel thuis? Zijn ze al weg? Ja, ik heb het geprobeerd hoor, maar... Ah, daar bent u. Keurig op tijd, hoor. We kunnen meteen aan tafel. Geeft u die jas maar hier. Zijn jullie nou nog steeds? Ze kunnen me met geen 5 paarden weghalen hier. Nee, al zou u de zweep pakken, u kunt me hier niet wegslaan. Niet nu u in behoeftige omstandigheden bent, meneer Schuit. Behoeftig? Behoeftig aan wat? Behoeftig aan wat u nu moet missen, meneer Schuit. Een vrouwenhand in huis. Ik hoef helemaal geen vrouw... Ik heb het eten in de oven staan. Heerlijke kalfstong, daar houdt u toch van? Wacht, ik haal het even voor u. Zo, Alfred, je bent weer thuis. Ik had boven het eten klaarstaan. Ik dacht, met al die mensen die je lastig komen vallen. Nee, hij heeft hier kalfstong. Dat wil hij niet. Hij heeft boven een heerlijk rosbief. Rosbief? Staat al op tafel. Met gebakken aardappeltjes en zelfgemaakte appelmoes. Ik heb nieuwe aardappeltjes en verse doppers. En ik heb griesmeelpudding toe. Een gemberbolus. Zet ik een lekker kopje koffie bij. Wilt u de warme melk in? Nee, hij heeft boven al koffie, staat al. Meneer Schuit eet rustig hier beneden zijn tong op. Niet meneer Schuit? Meneer Schuit wil veel liever boven bij mij rosbief met gebakken aardappeltjes eten. Hè, Alfred? Oh nee, helemaal niet. Meneer Schuit blijft lekker rustig hier beneden bij mij om zijn heerlijke kalfstong met kuul aardappeltjes en doppers te eten. Niet meneer Schuit? Nee, meneer Schuit eet geen vieze kalfstong. Wat een ander al in zijn mond heeft gehad. Dat is goed voor de hond van hiernaast. Dat doet ze nou? Oh, dat is toch niet te geloven? Nou. Zo, meneer Schuit eet mijn rosbief. Die eet helemaal geen rosbief. Oh, wacht eens even, ik zal het even... Ho. En? Loverboy? Zal ik dan maar een paar boterhammetjes klaarmaken? Ha! 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 Eruit. Zo zeker als twee keer de virus. Sorry, Os. Spijt me wel. Maar ik moet jullie eruit gooien. Je pakt me de laatste trein. Ja, je nog net. Ja, kan er ook ietsje doen. Leven is hard. Jullie gaan eruit. Zijn jullie nou nog niet weg? Oh, die meneer Schuit toch? Kijk eens, ik heb net een heerlijk bedje voor u opgemaakt op de bank. Op de bank? Ik slaap niet op die verdomde bank. Wat heb ik je nou gezegd?
Ja, luister, ik heb het geprobeerd, hoor. Maar het is mijn probleem niet. Het zijn niet mijn gasten. Maar de mijne ook niet. En nou is dat glaas eraf gelopen. Nee. Ik zei... Wat is dat? Dat is die andere. Die ligt even in uw bed. In mijn bed? Ja. Die slaapt niet in mijn bed. Ach, Alfred. Kijk, ik had nog wat spullen in de kast liggen... waarvan ik dacht dat jij er misschien wat aan had voor morgen. Oh, dankjewel. Vandaar, ik dacht, voor ik het vergeet... Heel aardig van je. Ach, dat kan morgen ook nog wel niet, meneer Schuit. We gaan net slapen. Ik hoorde u trouwens niet kloppen. Meneer Schuit en ik gaan niet zo formeel met elkaar om, hè, Alfred? Wij zijn natuurlijk geen vreemden voor elkaar. Ja, nou ja, wel rusten. Kijk eens, meneer Schuit, twee kussens of één? Ik zeg net, ik slaap niet op die verdomde bank. Nee, natuurlijk slaapt u niet op de bank, heb ik ooit. Als alle plaats hier bij je ingenomen is, Alfred, dan kan ik nog wel een bedje voor je verzorgen. In mijn logeerkamer. Ach nee, u wilt toch niet midden in de nacht ineens met die spullen al die trappen op, hè? Meneer Schuit slaapt gewoon vannacht hier op de bank. Helemaal niet? Wel, zeker wel. Zeer zeker niet. Word jij eens wakker, kleine? Meneer Schuit slaapt niet op de bank. Meneer Schuit slaapt in zijn eigen slaapkamer. In zijn eigen bed. Daar slaapt meneer Schuit. Hier is je zus. En hier zijn jullie spullen. Slaap jullie maar op die verdomde bank. Of met mijn bewindstom. Wat kan mij schelen? Maar ik slaap in mijn eigen slaapkamer. Ik wens jullie allemaal een welterusten. Ik denk dat ik er ook maar eens in kruip, dames. Ik zeg ook welterusten. Mies. Ach, hou jij je kop. Dat zijn kinderen hier. Ze heeft in mijn bed gezeten. Kan ik het helpen dat ik continent ben? Jij hebt mijn luiers vergeten. Mevrouw Huisman. Ja? Therese. Therese? Therese, kan ik misschien in jouw logeerkamer? Zeker, Alfred. Kom maar mee naar boven. Maak ik een lekker bedje voor je op. Stinkwijf. Nou, ik zal u wel even helpen. Komt u maar. Hij is heel onaardig, die vader van jou. Ja, heel onaardig. Wat moet het? Waar moet ik zitten? Hoe bedoelt u, waar moet ik zitten? Mijn ontbijt, ik wil ontbijt. Oh, we dachten dat u boven ontbeet met uw vriendin. Niks, vriendin. Hup, uit mijn stoel. Niet verdiend, hoor. Na die vertoning van gisteravond. Voor mijn schuld niet. Kan ik daar niks aan doen? Nou, u was niet erg aardig tegen Mies en dingen, zijn zus. Niet aardig, niet aardig. Nou, nog mooier. Ik liever mijn bed luchten. Blijf af, dat is van mij. Laat nou maar, er is genoeg. Laat nou maar, er is genoeg. Er is hier te veel. Er is te veel van jullie. Ik zou mijn zuster maar eens beter opvoeden. Soldaatje met een geel hoedje. Moet je dat nou zien? Nou, laat maar zitten aan het ontbijt. Ze is een dagje ouder. Een dagje ouder? Dat is voor een domme seniel. Het is niet mijn fout dat ze oud wil worden. Dan zou ze wat aan moeten doen aan mensen zoals zij. Als ze een hert was, hadden ze er al lang afgeschoten. Nou, jullie worden bedankt. Het heeft heerlijk gesmaakt. Winston help jullie wel met pakken. Ruwe bolster, blanke pit. Iets dierlijks. Ja, dat heeft hij. Jij lijkt helemaal niet op hem, hoor. Maar ik was net te laat. Dat mens van hierboven heeft hem net voor mijn neus ingepalmd. Ach, ik laat het maar. Ik kom er niet tussen. Ik moet ook aan mijn zuster denken. Ik ben alles wat ze heeft, hè. Nee, ik ben nog niet klaar. Hè?
Nou. Is meneer Schuit hier soms? Ik heb nog een kleedje voor hem om zijn spullen op uit te stallen. Mevrouw, ik heb erover nagedacht. U mag hem hebben. Ik zal er niet tussen komen. Misschien wil ik hem helemaal niet. Hij is de uwe. Ik geef hem aan u. Ik raap de stukken van mijn gebroken hart bijeen en ga terug naar Assendelft met mijn arme zuster. Kom nou, Mies, ik wil naar huis. Nou, als u interesse in hem hebt... Nee, ik laat u beiden alleen. Ik vind het hier niet leuk. Als je mee wilt nemen naar Assendelft, zei u? Ik geef hem aan u. Nee, ik geef hem aan u. Neemt u hem gerust mee? Nee, meneer Schuit is van u. Nee, nee, van u. Ben je helemaal gek geworden? Ik ben van geen van jullie bijen. Ik ben van mezelf. En jullie reizen niet allebei af. Willen jullie niet meer zien. Ben jullie zat? Godvergeem omringd door drie seniele oude wijven en een donkere homo-nicht. Dat op onze feestdag, onze nationale feestdag, wordt je notabene verhandeld. De koopjes liggen buiten, dames. Hier binnen is niks in de aanbieding. En die heb ik ook nodig. Winston, haal die spullen mee naar buiten. We hebben genoeg tijd verloren. Ik heb nog een kleedje voor u, voor uw spullen. Oh, mooi is dat. Maar ik ben van gedachten veranderd. Ga kom op, er niet te wachten. Zus, help me pakken. Hé, hey, hallo. Hé, hey, ventje. Hé, zijn jullie er eindelijk? Ik ben er klaar voor. Uit de weg. Ik ben er klaar voor. Help even. Ja, help even. Hey, wacht even, is dit wel een goede plek? Hé, hey, kunnen we niet beter een beetje verder op? Nee, het is een prima plek. Hey, kom ga nou, eens even opzij. Ik wil me naar breuk. Alsjeblieft. Hé, hey. Wat een drukte! Heb je klaar voor een piek? En wat krijg ik als ik win? Je mag hier uit. Ja, zeg. Wat voor hout is dat eigenlijk? Ja, tropisch aardhout, jongen. En al iets verkocht? Is hun schuld. De rest van de straat. Ik heb nog zo gezegd, als we een goede vrijmarkt willen houden, moeten we het met z'n allen doen. Dan moeten we dingen hebben waar de mensen op afkomen. Kraampjes, steentjes waar je wat kan eten. Kinderen die muziek maken. Ik vraag me nog ernstig af of dit een goede plek is of Fred. Maar muziek, dat is een idee. Eigen muziek, dat is goed. Muziek willen jullie? Ja. Een eigen soundje hier voor de deur? Ja, maar daar kan ik toch wel voor zorgen, jongens. Nee, alsjeblieft, doe me dan lol. Geen herrie hier. We hebben toch herrie hier genoeg om ze heen? Ga me liever wat loempia's pakken. Of andere Surinaamse troep. Misschien dat dat trekt. Nee, Fred, muziek trekt. Zie je me zonder bieden? Die troep op me wacht. Dan moet je hem hier niet neerzetten. Niet neerzetten? Dan moet je je eigen huis zetten. Ik heb geen plaats voor mijn eigen huis. Ik zit trouwens mijn auto niet wat ik wil. Oh ja? Ja. Nou, hij blijft dan mooi staan. Oh ja? Een oude vrijmarkt. Ja, het is ook helemaal niet erg. Wij moeten alleen weg. Het is wel erg. Naar onze ouders. Handel. Rustig nou, rustig. We proberen er een straatfeestje van te maken. Ik wil helemaal geen straatfeest. In de hele buurt wil geen straatfeest. Ben jij helemaal rond op een keer? Oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Blijf van mijn handen af. Nee, hou dat gek geworden. Komt nooit meer goed.
uit. Oh, je werkt op mijn zenuwen, zeg. Doet dat ding het eigenlijk? Oh, hij doet het niet. Ik zal hem even aanzetten. Ja, wat zei je nou? Ik zei dat... Ze maalt af en toe een beetje. Maar ik vind het prettig u na al die jaren te zien. U bent niets veranderd. Jij ook niet. Ik heb het niet tegen jou. Ik heb het tegen meneer Schuit. Ga jij maar even zitten. Dan kunnen je voeten even rusten. Zo. Ik had liever dat ze de tong even liet rusten. Dat ze doof is, dat gaat nog. Maar dat eindeloze gemekker gaat op mijn zenuwen werken. Het is toch wat, hè, als een mens oud wordt. Ik hoop dat het mij bespaard blijft, ja. Maar u zou... maar daar hoeft u zich geen zorgen over te maken, meneer Schuit. U ziet er jonger uit dan ooit. Het is misschien zonde dat ik het zeg, maar ik heb u altijd, ja, veel mannelijker, zal ik maar zeggen, gevonden dan mijn Bert. Ik heb uw vrouw wel eens benijd, mag u gerust weten. Die had het goed geschoten. Mijn Bert, ach God, hebben ze ziel, geen kwaad woord hoor. Maar om nou te zeggen dat hij me wat deed, ik bedoel de vrouw in mij dan dus, nee. Vaak heb ik gedacht wat er gebeurd zou zijn als u en ik mekaar als het ware ongebonden waren tegengekomen. Ach, maar je moet zulke gedachten eigenlijk laten varen, meneer Schuit, niet waar? Dat zou ook niet eerlijk zijn tegenover mevrouw Schuit in wezen. Ja, maar luister nou eens, dames. Dat gezicht ken ik. Familie? Ze doet me denken aan tante Deetje. Heb u tante Deetje gekend? Nee, meneer Schuit kende tante Deetje niet. Oh, wat doet de portret daar dan? Ach, dat is Juliana en Bernard. Wie? Bernard, haar man. Nee, tante Deetje is nooit getrouwd geweest. En er was wel sprake van een man. Nou, en als ik dat portret nou zo zie, dan kan ik er geen ongelijk geven. Knappe kerel. Ach, en is dat jouw Bert? Zag er al niet goed uit toen, hè? Ik zou hem bijna niet herkend hebben, wil je dat geloven? Hij was toen zeker al erg ziek, hè? Ze is niet alleen doof, ze is ook nog half blind. Volgens mij heeft ze niet allemaal bij elkaar. Ja, ze is nogal ziek geweest. Niks ergs, hoor. Alleen zijn de hersens wat aangetast. De bovenkamer. Maar de hart en de longen, allemaal puik in orde. Ik wil alleen maar zeggen, laat geen lucifer slingeren. Hè? Ze heeft al 3 keer brand gesticht. Maar even zo goed heeft u een mooie woning hier. We zullen het best geriefelijk hebben. Maakt u zich maar geen zorgen. Ho, ho, geriefelijk? Ja. Wat is dit? Die schoenen doen me zo'n pijn. Ik hoor de stem. Oh, u hebt bezoek, zie ik. Ik geloof dat ik stoor. Nee, Therese, het zit zo. Waar is mevrouw Schuit? Nou, niet hier wel. Ja, dat zie ik. Ze schreef dat ze in een rolstoel moest zitten. Maar om nou zo'n del in huis te halen achter haar rug... U begrijpt er niks van. Oh, ik begrijp het maar al te goed. Met mijn verstand is niks aan de hand, meneer Schuit. Zo is het helemaal niet. En daar heb ik er genoeg van. Waar is mevrouw Schuit? Waar is ze nou? Oh, hopelijk is dat er. Ah, goedemiddag, dames. Kijk, gevonden verderop in de straat. Ik dacht misschien iets voor morgen. Oh ja, dankjewel, ja. Wie zijn dat, vriendinnen? Kennissen van mijn vrouw of zo. Wie is dat? Dat is onze vuilnisman. Nou goed, die brengt altijd van alles. Aangenaam, ik ben Winston. Ik huur hier een kamer. Woon jij hier ook? Helaas wel, ja. Is dat zijn zoon? Maar dat verandert de zaak natuurlijk. Ja, dat verandert de zaak natuurlijk. Hij woont hier, dus we zitten vol. Ik kan u echt helaas... Is dat al lang? Nou, sinds mevrouw Schuit... Dat had ze wel eens mogen schrijven. Ze lijken helemaal niet op elkaar, hè? Nou ja, we zullen het zo wel horen. Ze zal nou toch zo wel komen? Is het al zo laat? Misschien kan jij een lekker kopje thee zetten. Kopje thee? Of je thee wil? Oh ja. Zou zo wel komen? Maar weten ze dan niet dat mevrouw... Ik weet niet eens wie ze zijn. Ik krijg er geen woord tussen. Want wat zal het er... De avond valt, de dag is voorbij, je loopt eenzaam over straat. Ooit was het in voor en in tegenspoed, nu weet je diep in je hart. Het komt nooit meer goed.
Vijf. Goeden. Radio. Acht. Waar is dat nou weer? Ze barsten ze niet van vrouw van Bovies. Open doen, homa. Lui, lui. Ja, ik kom al. Ik zeg net, ik kom al. Als er weer die zeikers van de wachttoren zijn, zal ze leren je over afzuigen. Ja? Goeiedag, meneer Schuit. U zult wel verbaasd zijn, hè, om ons te zien. Ja, we waren net in de buurt. En mevrouw Schuit zei altijd, als u in de buurt bent, kom even langs. Dus daar zijn we dan. We kunnen jammer genoeg niet lang blijven. Een paar dagen maar, dat is alles. Blijven? Een paar dagen? Ja, een paar dagen maar vanwege Koninginnedag. Dit is mijn zuster, zus. Hallo, hallo. Heb je tegen mij? Je moet harder praten, je moet duidelijker spreken. Jij moet er niet in praten, zus. Wij moeten erin praten. Ik zeg het elke keer weer. Nou, maar ik ben blij dat u het niet erg vindt dat we u zo overvallen. Ik wist dat u het niet erg zou vinden. Zij zei nog dat we eerst bericht hadden moeten sturen. Maar ik zei, nee, nee, zus. Je hoeft niet eerst te schrijven en te vragen. Niet voor zoiets. Ik zeg nog tegen haar, ik zeg, meneer en mevrouw Schuit zijn oude vrienden. Oude vrienden? Ja, oude vrienden. Die zouden beledigd zijn. Gekwetst. Als ze gehoord hadden dat wij dachten dat we niet welkom zouden zijn in hun huis. Ik zeg net tegen meneer Schuit. Ik zeg net dat jij nog zei dat we bericht hadden moeten sturen. Hè? Harder. Je moet harder praten. Dit is meneer Schuit. Die vindt het leuk als we een paar dagen komen logeren. Ik vind het leuk als jullie een paar dagen komen logeren. Zie je wel? Ik zei nog dat hij het best zou vinden. Zijn we er al? Natuurlijk zijn we er al. Wat dacht je dan dat je bent? Dit is de heer Schuit. Gaan we hier logeren? Kijk naar mijn lippen. Dit is de heer Schuit. Weet je wel, hij woonde vroeger naast mij en Bert toen we nog in Utrecht woonden. Ik heb nooit in Utrecht gewoond. Jij hebt in Utrecht gewoond. Jij bent naar Utrecht verhuisd toen je met Bert trouwde. Meneer Schuit woonde naast ons, de buurman. Hij doet me denken aan die man die naast jullie woonde, die buurman. Dat zeg ik net. Woonde u vroeger naast hun? Dat zal wel, ja, maar ik begrijp niet... He... Zie je wel, ik vergeet nooit een gezicht. En ik zal nog wel op zijn naam komen ook, dan moet je even wachten. Dit is de heer Schuit. Gaan we bij deze meneer logeren? Ja. Aangenaam kennis te maken. Erg fijn dat we bij u kunnen logeren, hoor. Heb u een groot huis? Ja. Ja, maar wacht eens even, dames. Ja. Hallo, mag ik... Hallo. U kunt niet zomaar naar binnen hier. Ach, ik zie het al. Mama, u hoeft zich nergens voor te excuseren, hoor. Na de dood van mijn lieve man is het mij ook niet voor de wind gegaan, hoor. Ik moest ook de eindjes aan elkaar knopen. Maar ik heb nog geen klagen, hoor. Klaag ik ooit, Mies? Nee, hè. Mens moet zich weten aan te passen. Je moet dankbaar zijn. Precies. Je moet elkaar het leven niet zuur maken. Je moet je weten te gedragen. Nou, u komt er wel uit, hè? Ja. En nog wel bedankt, hoor, meneer. Je hebt me niet voorgesteld. Meneer Schuit, dit is meneer Schuit. Ik zou mijn zuster maar eens beter opvoeden. Soldaatje met een geel hoedje. Moet je dat nou zien? Nou, laat maar zitten aan het ontbijt. Ze is een dagje ouder. Een dagje ouder? Dat is voor een domme seniel. Het is niet mijn fout dat ze oud wil worden. Dan zou ze wat aan moeten doen aan mensen zoals zij. Als ze een hert was, hadden ze er al lang afgeschoten. Nou, jullie worden bedankt. Het heeft heerlijk gesmaakt. Middenstond help jullie wel met pakken. Thank you.
Ruwe bolster, blanke pit. Iets dierlijks. Ja, dat heeft hij. Jij lijkt helemaal niet op hem, hoor. Maar ik was net te laat. Dat mens van hierboven heeft hem net voor mijn neus ingepalmd. Ach, ik laat het maar. Ik kom er niet tussen. Ik moet ook aan mijn zuster denken. Ik ben alles wat ze heeft, hè. Nee, ik ben nog niet klaar. Hè? Nou. Is meneer Schuit hier soms? Ik heb nog een kleedje voor hem om zijn spullen op uit te stallen. Mevrouw, ik heb erover nagedacht. U mag hem hebben. Ik zal er niet tussen komen. Misschien wil ik hem helemaal niet. Hij is de uwe. Ik geef hem aan u. Ik raap de stukken van mijn gebroken hart bijeen en ga terug naar Assendelft met mijn arme zuster. Kom nou, Mies, ik wil naar huis. Nou, als u interesse in hem hebt... Nee, ik laat u beiden alleen. Ik vind het hier niet leuk. Als je mee wilt nemen naar Assendelft, zei u? Ik geef hem aan u. Nee, ik geef hem aan u. Neemt u hem gerust mee? Nee, meneer Schuit is van u. Nee, nee, van u. Ben je helemaal gek geworden? Ik ben van geen van jullie bijen. Ik ben van mezelf. En jullie reizen niet allebei af. Willen jullie niet meer zien. Ben jullie zat? Godvergeem omringd door drietse niele oude wijven en een donkere homo-nicht. Dat op onze feestdag, onze nationale feestdag, wordt je notabene verhandeld. De koopjes liggen buiten, dames. Hier binnen is niks in de aanbieding. En die heb ik ook nodig. Meneer Stom, haal die spullen mee naar buiten. We hebben genoeg tijd verloren. Ik heb nog een kleedje voor u, voor uw spullen. Oh, mooi is dat. Maar ik ben van gedachten veranderd. Ga kom op, er is niet te wachten. Zus, help me pakken. Hé, hey, hallo. Hé, hey, ventje. Hé, zijn jullie er eindelijk? Ik ben er klaar voor. Uit de weg. Ik ben er klaar voor. Help even. Ja, help even. Hey, wacht even, is dit wel een goede plek? Hé, hey, kunnen we niet beter een beetje verderop? Nee, het is een prima plek. Hey, kom ga nou, ze even opzij. Ik wil me naar breuk. Alsjeblieft. Hé, hey. Is zeker wel. Wat een drukte! Ben je klaar voor een piek? En wat krijg ik als ik win? Je mag hier uit. Ja, zeg. Wat voor hout is dat eigenlijk? Ja, tropisch aardhout, jongen. En al iets verkocht? Is hun schuld. De rest van de straat. Ik heb nog zo gezegd als een goede. Meneer Schuit eet mijn rosbief. Die eet helemaal geen rosbief! Oh, wacht eens even. Ik zal hem even. Ho! En? Loverboy? Zal ik dan maar een paar boterhammetjes klaarmaken? Zeker, steken en virus. Sorry, Jos, spijt me wel. Maar ik moet jullie eruit gooien. Je pakt me de laatste trein. Ja, je nog net. Ja, kan er ook ietsje doen. Leven is hard. Jullie gaan eruit. Zijn jullie nou nog niet weg? Oh, die meneer Schuit toch? Kijk eens, ik heb net een heerlijk bedje voor u opgemaakt op de bank. Op de bank? Ik slaap niet op die verdomde bank. Wat heb ik je nou gezegd? Ja, luister, ik heb het geprobeerd hoor. Maar het is mijn probleem niet. Het zijn niet mijn gasten. Maar de mijne ook niet. En nou is dat glaas er afgelopen. Nee. Ik zei... Wat is dat? Dat is die andere. Die ligt even in uw bed. In mijn bed? Ja. Die slaapt niet in mijn bed. Ach, Alfred. Kijk,
Ik had nog wat spullen in de kast liggen waarvan ik dacht dat jij er misschien wat aan had voor morgen. Oh, dankjewel. Vandaar, ik dacht, voor ik het vergeet. Heel aardig van je. Ach, dat kan morgen ook nog wel niet, meneer Schuit. We gaan net slapen. Ik hoorde u trouwens niet kloppen. Meneer Schuit en ik gaan niet zo formeel met elkaar om, hè, Alfred? Wij zijn natuurlijk geen vreemden voor elkaar. Ja, nou ja, wel rusten. Kijk eens, meneer Schuit, 2 kussens of 1? Ik zeg net, ik slaap niet op die verdomde bank. Nee, natuurlijk slaapt u niet op de bank, heb ik ooit. Als alle plaats hier bij je ingenomen is, Alfred, dan kan ik nog wel een bedje voor je verzorgen. In mijn logeerkamer. Ach nee, u wilt toch niet midden in de nacht ineens met die spullen al die trappen op, hè? Meneer Schuit slaapt gewoon vannacht hier op de bank. Helemaal niet? Wel, zeker wel. Zeer zeker niet. Word jij eens wakker, kleine? Meneer Schuit slaapt niet op de bank. Meneer Schuit slaapt in zijn eigen slaapkamer. In zijn eigen bed. Daar slaapt meneer Schuit. Hier is je zus. En hier zijn jullie spullen. Slaap jullie maar op die verdomde bank. Of met mijn bewindstom. Wat kan mij schelen? Maar ik slaap in mijn eigen slaapkamer. Ik wens jullie allemaal een welterusten. Ik denk dat ik er ook maar eens in kruip, dames. Ik zeg ook welterusten. Mies. Ach, hou jij je kop. Dat ik het niet. Ze heeft in mijn bed gezeken. Kan ik het helpen dat ik continent ben? Jij hebt mijn luiers vergeten. Mevrouw Huisman. Ja? Therese. Therese? Therese, kan ik misschien in jouw logeerkamer? Zeker, Alfred. Kom maar mee naar boven. Maak ik een lekker bedje voor je op. Stinkwijf. Nou, ik zal u wel even helpen. Komt u maar. Hij is heel onaardig, die vader van jou. Ja, heel onaardig. Wat moet het? Waar moet ik zitten? Hoe bedoelt u, waar moet ik zitten? Mijn ontbijt, ik wil ontbijt. Oh, we dachten dat u boven ontbeet met uw vriendin. Niks, vriendin. Hup, uit mijn stoel. Niet verdiend, hoor. Na die vertoning van gisteravond. Zo mijn schuld niet. Kan ik daar niks aan doen? Nou, u was niet erg aardig tegen Mies en Dinges, zus. Niet aardig, niet aardig. Nou, nog mooier. Ik liever mijn bed luchten. Blijf achter, is van mij. Laat nou maar, er is genoeg. Laat nou maar, er is genoeg. Er is hier te veel. Er is te veel van jullie. Verrassing voor de zijn. Als ze ons hier ziet, als ze zo ineens binnenkomt. Ja, dat zou voor ons allemaal een verrassing zijn. Nou, mevrouw Schuit, die is niet meer. Wat? Mevrouw Schuit is helaas... Oh! 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 Je bedoelt dat... Oh! Oh, die arme vrouw! Oh, wat vreselijk! Oh! Is al enige tijd geleden. Oh. Hallo, wat is mevrouw Schuit niet meer? Wat is ze niet meer? Mevrouw Schuit is niet meer onder ons. Ik ben helemaal ondersteboven. Oh. Dat u zo haar nagedachtenis kon schenden, terwijl ze nauwelijks onder de aarde is. Hoe kunt u? En dan met haar. Oh, hoe is het mogelijk? Je eigen nest zo bevuilen. Oh, wat vreselijk. Oh... Maar ik vergeef het u. Ik weet, zo zijn de mannen. Dat is hun natuur. Ze moeten. Maar had u dan niet even kunnen wachten dat er enige tijd overheen ging? Oh, vreselijk. Vreselijk, vreselijk. Ik ga naar de kroeg, smet. Jij zit er ondertussen uit. Wat is er nou niet meer? Nou, dan toch maar misschien een kopje thee, dames. Oh ja, lekker. Vrijmarkt, Arie, weet je wel. Ja, die vrijmarkt. Iedereen doet het. Zou het een gek zijn als wij niet meedeen? Ik heb thuis allemaal nog oude rommel. Kan ik lekker verkopen. Kijk, het gaat natuurlijk in eerste instantie om het feest. Maar tegelijkertijd... Ja, ik weet niet, misschien kan ik wat te drinken verkopen. Je koud bier of zo. Ben je wakker? Ja, maar zijn er nou genoeg mensen bij jou in de straat? Die hele straat doet...
Goed dat jij dat zegt. Wacht even. Ik zeg, Ton, kan ik je even storen? Ton, morgen bij ons in de straat vrijmarkt. Ja. Straatfeest. Ja, zolder niet erop met je vrijmarkt, man. Oh. Ja. Hey Joop. Hey Fred. Zee, Joop, heb jij nog oude rommel thuis? Zij is al weg. Ja, ik heb het geprobeerd hoor, maar... Ah, daar bent u. Keurig op tijd, hoor. We kunnen meteen aan tafel. Geeft u die jas maar hier. Zijn jullie nou nog steeds? Ze kunnen me met geen 5 paarden weghalen hier. Nee, al zou u de zweep pakken, u kunt me hier niet wegslaan. Niet nu u in behoeftige omstandigheden bent, meneer Schuit. Behoeftig? Behoeftig aan wat? Behoeftig aan wat u nu moet missen, meneer Schuit. Een vrouwenhand in huis. Ik hoef helemaal geen vrouw... Ik heb het eten in de oven staan. Heerlijke kalfstong, daar houdt u toch van? Wacht, ik haal het even voor u. Zo, Alfred, je bent weer thuis. Ik had boven het eten klaarstaan. Ik dacht, met al die mensen die je lastig komen vallen. Nee, hij heeft hier kalfstong. Dat wil hij niet. Hij heeft boven een heerlijk rosbief. Rosbief? Staat al op tafel. Met gebakken aardappeltjes en zelfgemaakte appelmoes. Ik heb nieuwe aardappeltjes en verse doppers. En ik heb griesmeelpudding toe. Een gemberbolus. Zet ik een lekker kopje koffie bij. Wilt u de warme melk in? Nee, hij heeft boven al koffie, staat al. Meneer Schuit eet rustig hier beneden zijn tong op. Niet meneer Schuit? Meneer Schuit wil veel liever boven bij mij rosbief met gebakken aardappeltjes eten. Hè, Alfred? Oh nee, helemaal niet. Meneer Schuit blijft lekker rustig hier beneden bij mij om zijn heerlijke kalfstong met kuul aardappeltjes en doppers te eten. Niet meneer Schuit? Nee, meneer Schuit eet geen vieze kalfstong. Wat een ander al in zijn mond heeft gehad. Dat is goed voor de hond van hiernaast. Dat doet ze nou? Oh, dat is toch niet te geloven? Nou... Zo. Ruwe bolster, blanke pit. Iets dierlijks. Ja, dat heeft hij. Jij lijkt helemaal niet op hem, hoor. Maar ik was net te laat. Dat mens van hierboven heeft hem net voor mijn neus ingepalmd. Ach, ik laat het maar. Ik kom er niet tussen. Ik moet ook aan mijn zuster denken. Ik ben alles wat ze heeft, hè? Nee, ik ben nog niet klaar. Hè? Nou. Is meneer Schuit hier soms? Ik heb nog een kleedje voor hem om zijn spullen op uit te stallen. Mevrouw, ik heb erover nagedacht. U mag hem hebben. Ik zal er niet tussen komen. Misschien wil ik hem helemaal niet. Hij is de uwe. Ik geef hem aan u. Ik raap de stukken van mijn gebroken hart bijeen en ga terug naar Assendelft met mijn arme zuster. Kom nou, Mies, ik wil naar huis. Nou, als u interesse in hem hebt... Nee, ik laat u beiden alleen. Ik vind het hier niet leuk. Als je mee wilt nemen naar Assendelft, zei u? Ik geef hem aan u. Nee. Ik geef hem aan u. Neemt u hem gerust mee? Nee, meneer Schuit is van u. Nee, nee, van u. Ben je helemaal gek geworden? Ik ben van geen van jullie bijen. Ik ben van mezelf. En jullie reizen niet allebei af. Willen jullie niet meer zien. Ben jullie zat? En God vergeet me omringd door 3 seniele oude wijven. En een donkere homo-nicht. Dat op onze feestdag, onze nationale feestdag, wordt je notabene verhandeld. De koopjes liggen buiten, dames. Hier binnen is niks in de aanbieding. En die heb ik ook nodig. Minstom, haal die spullen mee naar buiten. We hebben genoeg tijd verloren. Ik heb nog een kleedje voor u, voor uw spullen. Oh, mooi is dat. Maar ik ben van gedachten veranderd. Ga kom op, we zijn niet te wachten. Zus, help me pakken. Ik
Hey, hallo. Hey, ventje. Hé, zijn jullie er eindelijk? Ik ben er klaar voor. Uit de weg. Ik ben er klaar voor. Help even. Ja, help even. Hey, wacht even, is dit wel een goede plek, hé? Hey, kunnen we niet beter een beetje verderop? Nee, het is een prima plek. Hey, ga eens even opzij. Ik kom helemaal naar breuk. Alsjeblieft. Hé, hey. Wat een drukte! En we slaan voor een piek. En wat krijg ik als ik win? Je mag hieruit. Ja, zeg. Wat voor hout is dat eigenlijk? Ja, tropisch aardhout, jongen. En al iets verkocht? Huh? Is hun schuld. De rest van de straat. Ik heb nog zo gezegd, als we een goede vrijmarkt willen houden, moeten we het met z'n allen doen. Dan moeten we dingen hebben waar de mensen op afkomen. Kraampjes, standjes waar je wat kan eten. Kinderen die muziek maken. Ik vraag me nog ernstig af of dit de goede plek is of Fred. Maar muziek, dat is een idee. Eigen muziek, dat is goed. Muziek willen jullie? Ja. Een eigen soundje hier voor de deur? Ja, maar daar kan ik toch wel voor zorgen, jongens. Nee, alsjeblieft, doe me dan lol. Geen herrie hier. We hebben toch herrie hier genoeg om ze heen? Ga maar liever wat loempia's pakken. Of andere Surinaamse troep. Misschien dat dat trekt. Nee, Fred, muziek trekt. Je bent zonde mieten. Die troep op mijn wacht. Dan moet je hem hier niet neerzetten. Niet neerzetten? Voor je eigen huis zetten. Ik heb geen plaats voor mijn eigen huis. Ik zit trouwens mijn auto niet wat ik wil. Oh ja? Ja. Nou, hij blijft dan mooi staan. Oh ja? Een oude vrijmarkt. Ja, het is ook helemaal niet erg. Wij moeten alleen weg. Het is wel erg. Naar onze ouders. Kijk handel. Rustig nou, rustig. We proberen er een straatfeestje van te maken. Ik wil helemaal geen straatfeest. In de hele buurt wil geen straatfeest. Ben jij helemaal rot op een keer? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Blijf van mijn handen af. Nee, hou nou, gek geworden. Ik ben niets veranderd. Jij ook niet. Ik heb het niet tegen jou, ik heb het tegen meneer Schuit. Ga jij maar even zitten. Dan kunnen je voeten even rusten. Zo. Ik had liever dat ze de tong even liet rusten. Dat ze doof is, dat gaat nog. Maar dat eindeloze gemekker gaat op mijn zenuwen werken. Het is toch wat, hè, als een mens oud wordt. Ik hoop dat het mij bespaard blijft, ja. Maar u zou... Maar daar hoeft u zich geen zorgen over te maken, meneer Schuit. U ziet er jonger uit dan ooit. Het is misschien zonde dat ik het zeg, maar ik heb u altijd, ja, veel mannelijker, zal ik maar zeggen, gevonden dan mijn Bert. Ik heb uw vrouw wel eens benijd, mag u gerust weten. Die had het goed geschoten. Mijn Bert, ach God, hebben ze ziel, geen kwaad woord hoor. Maar om nou te zeggen dat hij me wat deed, ik bedoel de vrouw in mij dan dus, nee. Vaak heb ik gedacht wat er gebeurd zou zijn als u en ik mekaar als het ware ongebonden waren tegengekomen. Ach, maar je moet zulke gedachten eigenlijk laten varen, meneer Schuit, niet waar? Dat zou ook niet eerlijk zijn tegenover mevrouw Schuit in wezen. Ja, maar luister nou eens, dames. Dat gezicht ken ik. Familie? Ze doet me denken aan tante Deetje. Heb u tante Deetje gekend? Nee, meneer Schuit kende tante Deetje niet. Oh, wat doet de portret daar dan? Ach, dat is Juliana en Bernard. Wie? Bernard, haar man. Nee, tante Deetje is nooit getrouwd geweest. En er was wel sprake van een man. Nou, en als ik dat portret nou zo zie, dan kan ik er geen ongelijk geven. Knappe kerel. Ach, en is dat jouw Bert? Zag er al niet goed uit toen, hè? Ik zou hem bijna niet herkend hebben, wil je dat geloven? Hij was toen zeker al erg ziek, hè? Ze is niet alleen doof, ze is ook nog half blind. Volgens mij heeft ze niet allemaal bij elkaar. Ja, ze is nogal ziek geweest. Niks ergs, hoor. Alleen zijn de hersens wat aangetast. De bovenkamer. Maar de hart en de longen, allemaal puik in orde. Ik wil alleen maar zeggen, laat geen lucifer slingeren. Hè? Ze heeft al 3 keer brand gesticht. Maar even zo goed heeft u een mooie woning hier. We zullen het best geriefelijk hebben. Maakt u zich maar geen zorgen. Ho, ho, geriefelijk? Ja. Wat is dit? Die schoenen doen me zo'n pijn.
Ik hoor de stem. Oh, u hebt bezoek, zie ik. Ik geloof dat ik stoor. Nee, Therese, het zit zo. Waar is mevrouw Schuit? Nou, niet hier wel. Ja, dat zie ik. Ze schreef dat ze in een rolstoel moest zitten. Maar om nou zo'n Del in huis te halen achter haar rug... U begrijpt er niks van. Oh, ik begrijp het maar al te goed. Met mijn verstand is niks aan de hand, meneer Schuit. Zo is het helemaal niet. En daar heb ik er genoeg van. Waar is mevrouw Schuit? Waar is ze nou? Oh, hopelijk is dat er. Ah, goedemiddag, dames. Kijk, gevonden, verderop in de straat. Ik dacht misschien iets voor morgen. Oh ja, dankjewel, ja. Wie zijn dat, vriendinnen? Kennissen van mijn vrouw of zo. Wie is dat? Dat is onze vuilnisman. Nou goed, die brengt altijd van alles. Aangenaam, ik ben Winston. Ik huur hier een kamer. Woon jij hier ook? Helaas wel, ja. Is dat zijn zoon? Maar dat verandert de zaak natuurlijk. Ja, dat verandert de zaak natuurlijk. Hij woont hier, dus we zitten vol. Ik kan u echt helaas... Is dat al lang? Nou, sinds mevrouw dat Schuit... Dat had ze wel eens mogen schrijven. Ze lijken helemaal niet op elkaar, hè? Nou ja, we zullen het zo wel horen. Ze zal nou toch zo wel komen. Is het al zo laat? Misschien kan jij een lekker kopje thee zetten. Kopje thee? Of je thee wil? Oh ja. Zou zo wel komen? Maar weten ze dan niet dat mevrouw... Ik weet niet eens wie ze zijn. Ik krijg er geen woord tussen. Want wat zal het een verrassing voor haar zijn als ze ons hier ziet als ze zo ineens binnenkomt. Ja, dat zou voor ons allemaal een verrassing zijn. Nou, mevrouw Schuit, die is niet meer. Wat? Mevrouw Schuit is helaas... Oh! 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 Je bedoelt dat... Oh! Zo zeker als 2 keer 2 4 is. Sorry jongens, spijt me wel. Maar ik moet jullie eruit gooien. Je pakt maar de laatste trein. Ja, je nog net. Ja, kan er ook ietsje doen. Blijf eens hard. Jullie gaan eruit. Zijn jullie nou nog niet weg? Oh, die meneer Schuit toch? Kijk eens, ik heb net een heerlijk bedje voor u opgemaakt op de bank. Op de bank? Ik slaap niet op die verdomde bank. Wat heb ik je nou gezegd? Ja, luister, ik heb het geprobeerd hoor. Maar het is mijn probleem niet. Het zijn niet mijn gasten. Maar de mijne ook niet. En nou is dat glaas eraf gelopen. Nee. Ik zei... Wat is dat? Dat is die andere. Die ligt even in uw bed. In mijn bed? Ja. Die slaapt niet in mijn bed. Ach, Alfred. Kijk, ik had nog wat spullen in de kast liggen... waarvan ik dacht dat jij er misschien wat aan had voor morgen. Oh, dankjewel. Vandaar, ik dacht, voor ik het vergeet... Heel aardig van je. Ach, dat kan morgen ook nog wel niet, meneer Schuit. We gaan net slapen. Ik hoorde u trouwens niet kloppen. Meneer Schuit en ik gaan niet zo formeel met elkaar om, hè, Alfred? Wij zijn natuurlijk geen vreemden voor elkaar. Ja, nou ja, welterusten. Kijk eens, meneer Schuit, 2 kussens of 1? Ik zeg net, ik slaap niet op die verdomde bank. Nee, natuurlijk slaapt u niet op de bank, heb ik ooit. Als alle plaats hier bij je ingenomen is, Alfred, dan kan ik nog wel een bedje voor je verzorgen. In mijn logeerkamer. Ach nee, u wilt toch niet midden in de nacht ineens met die spullen al die trappen op, hè? Meneer Schuit slaapt gewoon vannacht hier op de bank. Helemaal niet? Wel, zeker wel. Zeer zeker niet. Word jij zwakker, kleine? Meneer Schuit slaapt niet op de bank. Meneer Schuit slaapt in zijn eigen slaapkamer. In zijn eigen bed. Daar slaapt meneer Schuit. Hier is je zus. En hier zijn jullie spullen. Slaap jullie maar op die verdomde bank. Of met mijn bewindstom. Wat kan mij schelen? Maar ik slaap in mijn eigen slaapkamer. Ik wens jullie allemaal een welterusten. Ik denk dat ik er ook maar eens in kruip, dames. Ik zeg ook welterusten. Mies. Ach, hou jij je kop. Dat ik het niet. Ze heeft in mijn bed gezeken. Kan ik het helpen dat ik continent ben? Jij hebt mijn luiers vergeten. Mevrouw Huisman. Ja? Therese. Therese? Therese, kan ik misschien in jouw logeerkamer? Zeker, Alfred. Kom maar mee naar boven. Maak ik een lekker bedje voor je op. Stinkwijf.
Nou, ik zal u wel even helpen. Komt u maar. Hij is heel onaardig, die vader van jou. Ja, heel onaardig. Wat moet het? Waar moet ik zitten? Hoe bedoelt u, waar moet ik zitten? Mijn ontbijt, ik wil ontbijt. Oh, we dachten dat u boven ontbeet met uw vriendin. Niks, vriendin. Hup, uit mijn stoel. Niet verdiend, hoor. Na die vertoning van gisteravond. Zo mijn schuld niet. Kon ik er niks aan doen? Nou, u was niet erg aardig tegen Mies en dingen, zijn zus. Niet aardig, niet aardig. Nou, nog mooier. Gelieve mijn bed luchten. Blijf af, dat is van mij. Laat nou maar, er is genoeg. Laat nou maar, er is genoeg. Er is hier te veel. Er is te veel van jullie. Ik zou mijn zuster maar eens beter opvoeden. Soldaatje met een geel hoedje. Moet je dat nou zien? Nou, laat maar zitten aan het ontbijt. Ze is een dagje ouder. Een dagje ouder? Dat is voor een domme seniel. Het is niet mijn fout dat ze oud wil worden. Dan zou ze wat aan moeten doen. Aan mensen zoals zij. Als ze een hert was, hadden ze er al lang afgeschoten. Nou, jullie worden bedankt. Het heeft heerlijk gesmaakt. Middenstop helpen jullie wel met pakken. De dag is voorbij, je loopt eenzaam over straat. Ooit was het in voor en in tegenspoed. Nu weet je, diep in je hart. Het komt nooit meer goed. Radio. 8. Wat is dat nou weer? Ze barsten ze niet van vrouw van Bovies. Open doen, homa. Lui. Ja, ik kom al. Ik zeg net, ik kom al. Als het weer die zeikers van de wachttoren zijn, zal ze leren je over afzuigen. Ja? Goeiedag, meneer Schuit. U zult wel verbaasd zijn, hè, om ons te zien. Ja, we waren net in de buurt. En mevrouw Schuit zei altijd, als u in de buurt bent, kom even langs. Dus daar zijn we dan. We kunnen jammer genoeg niet lang blijven. Een paar dagen maar, dat is alles. Blijven? Een paar dagen? Ja, een paar dagen maar vanwege Koninginnedag. Dit is mijn zuster, zus. Hallo. Heb je tegen mij? Je moet harder praten, je moet duidelijker spreken. Jij moet er niet in praten, zus. Wij moeten erin praten. Ik zeg het elke keer weer. Nou, maar ik ben blij dat u het niet erg vindt dat we u zo overvallen. Ik wist dat u het niet erg zou vinden. Zij zei nog dat we eerst bericht hadden moeten sturen. Maar ik zei, nee, zus. Je hoeft niet eerst te schrijven en te vragen. Niet voor zoiets. Ik zeg nog tegen haar, meneer en mevrouw Schuit zijn oude vrienden. Oude vrienden? Ja, oude vrienden. Die zouden beledigd zijn, gekwetst, als ze gehoord hadden dat wij dachten dat we niet welkom zouden zijn in hun huis. Ik zeg net tegen meneer Schuit, dat jij nog zei dat we bericht hadden moeten sturen. Hè? Harder, je moet harder praten. Dit is meneer Schuit. Die vindt het leuk als we een paar dagen komen logeren. Ik vind het leuk als jullie een paar dagen komen logeren. Zie je wel, ik zei nog dat hij het best zou vinden. Zijn we er al? Natuurlijk zijn we er al. Wat dacht je dan dat je bent? Dit is de heer Schuit. Gaan we hier logeren? Kijk naar mijn lippen. Dit is de heer Schuit.
Weet je wel, hij woonde vroeger naast mij en Bert toen we nog in Utrecht woonden. Ik heb nooit in Utrecht gewoond. Jij hebt in Utrecht gewoond. Jij bent naar Utrecht verhuisd toen je met Bert trouwde. Meneer Schuit woonde naast ons, de buurman. Hij doet me denken aan die man die naast jullie woonde, die buurman. Dat zeg ik net. Woonde u vroeger naast hun? Dat zal wel, ja, maar ik begrijp niet... He... Zie je wel, ik vergeet nooit een gezicht. En ik zal nog wel op zijn naam komen ook, dan moet je even wachten. Dit is de heer Schuit. Gaan we bij deze meneer logeren? Ja. Aangenaam kennis te maken. Erg fijn dat we bij u kunnen logeren, hoor. Heb u een groot huis? Ja. Ja, maar wacht eens even, dames. Ja. Hallo, mag ik... Hallo. U kunt niet zomaar naar binnen hier. Ach, ik zie het al. Maar u hoeft zich nergens voor te excuseren, hoor. Na de dood van mijn lieve man is het mij ook niet voor de wind gegaan, hoor. Ik moest ook de eindjes aan elkaar knopen. Maar ik heb nog geen klagen, hoor. Klaag ik ooit, Mies? Nee, hè. Mens moet zich weten aan te passen. Je moet dankbaar zijn. Precies. Je moet elkaar het leven niet zuur maken. Je moet je weten te gedragen. Nou, u komt er wel uit, hè? En nog wel bedankt, hoor, meneer... Je hebt me niet voorgesteld. Meneer Schuit, dit is meneer Schuit. Oh, je werkt op mijn zenuwen, zeg. Doet dat ding het eigenlijk? Oh, hij doet het niet. Ik zal hem even aanzetten, ja. Wat zei je nou? Ik zei dat... Ze maalt af en toe een beetje. Maar ik vind het prettig u na al die jaren te zien. U... Oh, die arme vrouw. Oh, wat vreselijk. Oh. Het is al enige tijd geleden... Oh. Hallo, wat is mevrouw Schuit niet meer? Wat is ze niet meer? Mevrouw Schuit is niet meer onder ons. Ik ben helemaal ondersteboven. Oh. Dat u zo haar nagedachtenis kon schenden, terwijl ze nauwelijks onder de aarde is. Hoe kunt u? En dan met haar. Oh, hoe is het mogelijk? Je eigen nest zo bevuilen. Oh, wat vreselijk. Oh. Maar ik vergeef het u. Ik weet, zo zijn de mannen. Dat is hun natuur. Ze moeten. Maar had u dan niet even kunnen wachten dat er enige tijd overheen ging? Oh, vreselijk. Vreselijk, vreselijk. Ik ga naar de kroeg, smet jij ze er ondertussen uit. Wat is er nou niet meer? Nou, dan toch maar misschien een kopje thee, dames. Oh ja, lekker. Vrijmarkt, Arie, weet je wel. Ja, die vrijmarkt. Iedereen doet het. Zou het een gek zijn als wij niet meedeen? Ik heb thuis allemaal nog oude rommel. Kan ik lekker verkopen. Kijk, het gaat natuurlijk in eerste instantie om het feest. Maar tegelijkertijd... Ja, ik weet niet, misschien... Misschien kan ik wat te drinken verkopen. Je koud bier of zo. Hé, ben je wakker? Ja, maar zijn er dan genoeg mensen bij jou in de straat? Die hele straat doet... Goed dat jij dat zegt. Wacht even. Zeg, Ton, kan ik je even storen? Ton, morgen bij ons in de straat vrijmarkt. Ja. Een straatfeest. Ja, zolder niet erop met je vrijmarkt, man. Oh. Ja. Hey Joop. Hey Fred. Zee, Joop, heb jij nog oude rommel thuis? Zij is al weg. Ja, ik heb het geprobeerd, hoor, maar... Ah, daar bent u. Keurig op tijd, hoor. We kunnen meteen aan tafel. Geeft u die jas maar hier. Zijn jullie nou nog steeds? Ze kunnen me met geen 5 paarden weghalen hier. Nee, al zou u de zweep pakken, u kunt me hier niet wegslaan. Niet nu u in behoeftige omstandigheden bent, meneer Schuit. Behoeftig? Behoeftig aan wat? Behoeftig aan wat u nu moet missen, meneer Schuit. Een vrouwenhand in huis. Ik hoef helemaal geen vrouw... Ik heb het eten in de oven staan. Heerlijke kalfstong, daar houdt u toch van? Wacht, ik haal het even voor u. Zo, Alfred, je bent weer thuis. Ik had boven het eten klaarstaan. Ik dacht, met al die mensen die je lastig komen vallen. Nee, hij heeft hier kalfstong.
Dat wil hij niet. Hij heeft boven een heerlijk rosbief. Rosbief? Staat al op tafel. Met gebakken aardappeltjes en zelfgemaakte appelmoes. Ik heb nieuwe aardappeltjes en verse doppers. En ik heb griesmeelpudding toe. Een gemberbolus. Zet ik een lekker kopje koffie bij. Wilt u de warme melk in? Nee, hij heeft boven al koffie, staat al. Meneer Schuit eet rustig hier beneden zijn tong op. Niet meneer Schuit? Meneer Schuit wil veel liever boven bij mij rosbief met gebakken aardappeltjes eten. Hè, Alfred? Oh nee, helemaal niet. Meneer Schuit blijft lekker rustig hier beneden bij mij om zijn heerlijke kalfstong met kriel aardappeltjes en doppers te eten. Niet meneer Schuit? Nee, meneer Schuit eet geen vieze kalfstong. Wat een ander al in zijn mond heeft gehad. Dat is goed voor de hond van hiernaast. Dat doet ze nou? Oh, dat is toch niet te geloven? Nou. Zo, meneer Schuit eet mijn rosbief. Die eet helemaal geen rosbief. Oh, wacht eens even, ik zal het even... Ho, ho! En? Loverboy? Zal ik dan maar een paar boterhammetjes klaarmaken? Ach,